Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe Rollercoaster Tycoon 3 movie. We gaan hier pretparken reviewen. We gaan eerst langs de diertjes, langs de animals. Ik heb wat pretparken wat gedownload. Deze kun je binnenkort ook downloaden via mijn website. Ik ga er wel voor zorgen. Dus dan gaan we weer al eens een lekkere half uurtje, drie kwartiers wat pretparkjes reviewen. En dan, ja. Dan ga ik nog kijken wat ik nog vandaag nog ga doen. Ik denk dat vandaag, ja, sowieso naar de Weinigem Shopping Center. En dan is trouwens ook nog Chris hier. En mijn schatje is heerlijk een brief aan het schrijven. Hoele, hoela. Ja, die moet zelfs ook aan u laten lezen, hè? Hoele, hoela. Ja, dat is wel waar. Hoele, hoela. Oké, nu stop ik mensen. Met zingen, hè, mensen. Weet je wat, de actieve objects, amai, daar zit het er wel redelijk veel in, denk ik. Want het duurt wel redelijk lang om het spel te laden, het pretpark te laden. Dus, maar we hebben wel geduld, hè mensen. Ja. Dacht dat ik iets hoorde, maar vals alarm. Oh nee, ik hoor toch iets. Amai, schoon. Olifanten. Ah, hier is een rollercoaster. Vliegerkes rollercoaster. We gaan hier eens mee eens met de ride. Maar ik moet nog wel even alles... Wat ga je daar? Was dat bij mij? Ah, oké. Okay. Ik moet dan zelfs even gaan kijken wie mij heeft iets toegestuurd. Dan moet ik wel eens even kijken hoe dat weer ging om mee te rijden. Ah, hier. Altijd bij de Ike. Oké. Okay. Here we go. Nog niet ik heb toch niet gevraagd voor het spel in één keer te stoppen. Voilà, we zijn er terug in. Ja, cancel. Dan gaan we op naar de volgende rollercoaster. Deze is een mooie rode rollercoaster. Komt juist aan, dus dat is mooi. Oké, okay, here we go. Ja, precies twee keer. Oh,
ik wel eerlijk toegeven. Dan gaan we naar hier naar de gele rollercoaster. Die juist aan het vertrekken is. Je moet wel in hoog letten van Tamara. Iedere zin moet eigenlijk met een hoog letten beginnen. Maar ja, als we het zo goed vinden, dan zijn geen schrijffouten. Je En dat was dus de rollercoaster. Ik heb ze niet gevolgd, maar jullie uiteindelijk wel. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En nee, ik wil niet verlaten. En dan heb ik hier nog gezien dat hier nog een houten achtbaan staat. Die gaan we dan ook maar eens trekken meenemen. Oh. Oké, we gaan eens de ride eens meemaken. Hoe heeft hij deze achtbaan genoemd? Ben ik wel eens benieuwd naar. The Flying Dutchman. Oh, de pomp. Ah, voilà. Ik vind dit al een hele goede pretpark. Wat moet dit hier voorstellen? Is dat ook nog een attractie? Oh ja, een reptielenhuis. Hier. Wel cool gemaakt, moet ik wel eerlijk toegeven. Ik hoor daar eens keer van alles. Oh, dan hier ook nog zo'n waterglijp aan, een waterpreppijsje. Oh, hier. Oh, dat doet mij denken aan... ja, dat van de Efteling, de Bobbaan. Maar jammer genoeg is afgebroken. Daar staat nu Mas en de Maritz. Uiteraard mogen jullie het van het begin al zien hoe dit attractie is. Voilà. Voilà, we gaan nu richting de lift wel. Jawel.
We zitten al te leftel nu. Dan had ik nog een rollercoaster gezien. Hier, deze rode. Wat, die hebben we al gereviewd. Ja, die hebben we al gereviewd. Ah nee, dat is deze, die heb ik gereviewd. Zie je dan nog iets van rollercoasters? Oh ja, hier. Vliegertjes. We gaan eens met een vliegertje mee. Voilà. Jezus, getrokken. Mooi. Dan we komen nu aan terug in het station. Ja. Dan gaan we ons overwereld naar de waterbaan. Maar meer is dat eigenlijk niet, mensen. Ik heb bij de flying system aan. Die hebben we ook gehad. De observatietoren, die hebben we nog niet gehad, maar... Daar is niet veel aan te zien. Dan zie je zo het prepbike over het zicht. Die hebben we ook gezien, ja. Die ook. Dan hebben we alles gezien met deze prepbike. Ah wel, we gaan eens nu over naar een andere prepbike. De tweede prepbike dan voor vandaag. Dan gaan we naar Busch Gardens St. Louis. Allee, we gaan dus weer naar de ladingsscherm, maar precies gaat deze ladingsproces wel iets sneller dan de vorige. Dat is al goed.
Ja, we zijn nu terug aangekomen in een andere pretpark toe. Kijk, wat ik ben even ook zo te chat zo bezig tegen mijn schat. Schatje, ja schatje, mag ik je opeten? Op welke manier? Omdat je er zo lekker uitziet. Oké, we gaan dus wat rollercoasters testen. Hier zie ik dus een redelijke lange rollercoaster. Oei, het is rooi licht. Oké dan. Nee, we gaan niet afsluiten. Weet je wat, ik ga dat op testen zetten. Voilà. Dat is wel redelijk hoog, mensen. Holy shit. Dat is hoog. Zijn we er bijna? Ja, we zijn er bijna. Oh my god. Wat een drop gaat dat zijn. Wat een drop. Holy shit. Denk het niet. En wat een rem. Ik heb zonder stalen dan een lekker. Oké. Nou ja, we starten. Een volgende. Dat is een elevator. Zo voor pretpark zo te kunnen zien. Denk ik toch. Ja. Ja, dat voor. Ah, hier staan ook nog zo wat attracties. Oké dan. Allee, volgende attractie. Nu aan weer al in het station. Ja. Dan gaan we door naar de volgende. Ah. Oké, wat voor een attractie dat daar moet zijn, dat weet ik niet. Ik zal zeggen, geniet er maar even van. Ik ga een keer eens naar de wc. Ik zal zeggen, geniet er maar even van. Thank you.
van deze attractie hebben genoten en hopelijk zijn jullie niet misselijk geworden. Dan hebben we hier nog een mooie Chile Mine Ride. Wel mooi boven zo'n natuurgebied, dat moet ik wel eerlijk toegeven. En traag dat die gaat. Ja, wel niet extreem snel, maar wel mooie bosjes en al. Mooi afgewerkt. Moet ik wel eerlijk toegeven. Zie dat ik ook een fotomoment heb. Allee, lachen! Want we komen aan een fotomoment aan. Ah nee, toch nog niet. Jawel, lachen! Voilà. Je neemt toch wel een redelijke snelheid. Ah, daar zal ik nog wel in gaan. Mooi ondergrond. Opnieuw een lift dan. Amai. Zal schuin zijn. Aha. Al een lange attractie. En dan zo zijn we aangekomen. Wat is dat voor iets? We gaan als dan zo even eens kijken als ik hier ook nog iets vind. Dus hebben we deze ook al gedaan, dus even kijken. Ik denk het wel, ja, die hebben we ook al gedaan. Dan gaan we zo door, dus even zoeken nog naar een andere. Ah nee, dat is die die we gedaan hebben, ja. Dan gaan we zo door, dus ja, dan gaan we deze eens even doen. Hop. Deze testen. Ze bijna vol, dus die gaat zometeen vertrekken. Voilà, we zijn betrokken. Dan is een leuke onrijdje. Oei, wel de takken komen wel tot de attractie. Zo. Flashlight, dat betekent dat er zijn foto is getrokken. We gaan weer al even door naar de volgende attractie. Eens even kijken als hier dan nog iets is. Deze hebben we ook al gezien.
Deze ook. Is hier dan nog iets? Die hebben we ook al gezien. Die en ook. Die water. Ja, waterdingetjes doe ik niet. Dus ja, we hebben alles weer gezien van deze pretpark. Dan gaan we door naar de volgende pretpark. De laatste voor vandaag. Dan gaan we naar Caribbean by Resort, versie 2. Oké. Okay. Dan gaan we dan ook nog even alle rollercoasters doen. En als die gedaan is, ja, dan stopt mijn gaming movie ook weer al voor vandaag. En dat was dus mijn gsm die afging. Ik ga hem laten opladen op mijn laptop. Wow, die heeft redelijk veel pretparken, rollercoasters, maar wel mooi allemaal weggewerkt tussen de heuvels. Wat is dat? Lol, die staat daar zo eenzaam en alleen. Ik snap nog niet waarom. Misschien voor wat decoratie, maar dat is wel mooi gedaan. Eens even kijken wat ze voor aanbod hebben. Als ik nog eens wist hoe dat moest. Even dat sluiten. Ja, dat is ook voor mij allemaal eens terugzoeken, want het is heel lang geleden. Hier, die hebben één. Ah, dat is research. Oké. Okay. Dat was dat dus niet. Oké, is het ook niet. Is het ook niet. Wel, ik ga alles dus af. Oké, is het niet. 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 Ja, gevonden. Dus deze pretpark heeft in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rollercoasters. Dus we gaan daar eentje heel eens van testen. Dat is de Aquila. De Aquila. Dat is precies een waterattractie. Oké. Dat is een waterattractie. Dan gaan we over naar een rollercoaster. Caribbean by Express. Ah, dat is zo'n rondreisdingen. Ja. Waar je dan zo de ganse pretpark mee kunt bezichtigen. Dat is wel goed gevonden. Heel goed gevonden. Dus dan heb je zo een overzicht over de ganse pretpark in een karretje. Ja. Zo mooi. Dan gaan we door naar Koala. Dat is ook een hele aparte attractie, zie ik. Ja, precies. Juist vertrekken. Dat is goed. Ja. Kunnen we een klein beetje meevolgen hoe de attractie is gebouwd.
Of komen we hier samen in het station? Normaal heeft hij ook weer zo dat hij zo rijdt. Amai, mooie heuveltjes. Ha, 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 ha. Door de bomen. Ja, door de jungle. Dan is een heuvel af. Mooi gemaakt. Echt waar. Heel mooi gemaakt. Eer, moet ik eerlijk toegeven. Oh. Klassisch elementje daarin, ja, ja, ja. Wel met heel veel bordjes, maar dat maakt het van voor een attractie. Ja, of zo van die heuveltjes. Dat was mijn nipte. Maar die moet er ook wel zijn. En zo is het dan nacht geworden. Wat een redelijk lange attractie, moet ik wel eerlijk toegeven. Is deze lichtel voor terug naar het platform te gaan? Kan hoor! Ja. Ja, die doet dus twee toertjes. Dat is wel mooi om te zien. Qua. Dan de Scarlet Kingsnake. Oké. Okay. Ah! Ze is aan het station zeker. Ja. Nee, die gaat juist vertrekken. Hoop ik toch. Wel eerlijk. Ik moet wel eerlijk toegeven, het is wel een hele mooie pretpark. Amai man, wat een drop. Het had heel mooi de bosjes gemaakt, ook weer in een andere kleur. Er is nog wel echt op nagedacht, remmen natuurlijk. Oh, ik dacht dat we hier een hoekje gingen maken, maar dat is niet. Maar we hangen wel goed scheef. Ik toegeven, dan gaan we over naar Surfing Pirates. Oei, die was al bezig. Oké. Okay. Ah ja, Surfing Pirates, omhoog van een boot in het water zit. Ah, we komen juist aan. Oké. Ja, we hebben even gewacht tot het gaat vertrekken. En ja, vertrekken. Het is nog altijd mooi rooi licht. Attractie wordt goed gevuld. Oké, we gaan vertrekken.
Het is van volledig vanaf vooraan meemaken. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, nee, 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 oh my god. Oh. En een looping. Oh nee, dat is wel een kurkentrekker. Oh, en dan nog langs de andere kant, nog een keer terug. Oh, zalig. Nou ja, dat zit er weer bij die boot. Wat eigenlijk zalig gemaakt. Ja, heel zalig gemaakt. Dan gaan we over naar de volgende. Dat is de Phoenix Twister. Oh nee, die gaan we niet doen. Dat is ook een rollercoaster, de Sissipoes. Die ken ik niet. Die gaan we precies net gebruiken. Dus dat is een ja, kans van de zon. Dus die gaan we precies wel net gebruiken. Denk ik. We zullen wel zien. 3, 2, 1. En daar gaan we dan. Oh my god, hier gaan we een looping maken. Jawel. Oh, zalig. Ook weer al heel mooi alles in thematisering gewerkt. Echt heel mooi gedaan. Oh man. Mensen, ik hoor niet dat jullie misselijk zijn. Zoiets moet je ook in het dek maken voor mij. Genoeg loopings. Leuk om te doen. Oh ja, en dan zo. Oh, zo zal ik zonder omlaag doen. Ja. En dan zo terug omhoog. Ja. Toch je bijna stilstaat. Zalig. Wel mooi gedaan, moet ik wel eerlijk toegeven. Dan gaan we naar de Sissipoes, die hebben we juist gehad. En dan zijn we weer al door bij deze pretpark. Weet je wat mensen, we gaan er nog eentje doen. We gaan er nog ene doen. Hier, de Castle Perrick. Ik ga ook nog alleen nog de attracties testen en dan ga ik nog zo zo'n overzichtje doen over het ganse pretpark. Wow. En dan zien jullie ook hoe deze gast ook weer al deze pretpark heeft gebouwd. Ik hoop dat jullie het enjoyen, deze leuke serie pretparken. Ja, we zijn er bijna door met het laden. Dat duurt altijd zo lang. Bij mij toch. En dan zit er weer geen muziek tussen. Dat vind ik dan weer wel zo jammer. Oh, ja. Holy shit. Wat ik al niet graag zie, dat is dit. Want dat gebruikt heel veel CPU. Maar het is een doolhof, het is wel schoongemaakt. Dat moet ik wel eerlijk toegeven.
Amai. Noemen ze dit een vulkaan? Wat mooi gedaan. Blijkbaar is hier iets mis mee. Weet ik niet. Oh, laat die vliegjes. Die zijn wel schoon gedaan. Echt waar. Met die effect daar rond. Mooi, mooi, mooi. Maar hier heb je blijkbaar. Ik moet eerlijk toegeven. Geen rollercoasters. Dat is de eerste pretpark waar ik eigenlijk weet en vind. Waar geen rollercoasters in zitten. Want dat is gewoon een mijntreintje die gewoon langs die boomjes afgaat. Nee. Maar het is wel. Heel origineel, dat moet ik wel eerlijk toegeven, het is heel origineel. Nog heel veel uitbreidingsmogelijkheden. Zie je dus. Nog heel veel groen, dus die kan nog zijn pretpark nog heel hard gaan uitbreiden. 3 ingangen, mooi. Ja. Voilà, dat was al van deze pretpark, de Kestel. Zo snel kan dat soms gaan. Nee, daar gaan we nog wel nog eentje doen. De Disney Animal Kingdom. Dit is dan de allerlaatste pretpark waar ik ga reviewen. Als er rollercoasters zijn, als er geen rollercoasters zijn in deze pretpark. Dan ga ik nog eentje doen. Als rollercoasters aanwezig zijn, ja, dan gaat het hierbij stoppen. Maar het laden duurt altijd zo ontzettend lang. Oh. Ik zie wel een rollercoaster hier op het eerste zicht. Ook weer al heel veel uitbreidingsmogelijkheden. Is dat de ingang? Ja, oh, zelfs onder de grond is er een rollercoaster gemaakt. Heel schoon, echt waar. Heel mooi gedaan. Mooi ja. Hoe moet ik het zeggen? Olifanten. Wat is dat? Een panter. Ah, een panter. We gaan deze attractie gaan we eens meer rijden. Dus we gaan alle. We gaan het gewoon testen. Hupsat race. We gaan eens met deze rondtrip eens meegaan. We gaan nu door de jungle. Dus deze vrouw stuurt. Hier gaan we naar de eerste kooi toe, precies. Ja, die gaat open nu. Oh, schoon. En dan gaan we langs een waterval. Oh, wat een lawaai. Ah, fuck it, ik ben nat. En dan komen we hier bij de giraffen aan. Oh, wat schoon gedaan. Dan gaan we al door naar de volgende dieren. De olifanten. En dan bij de panters. Ik weet het niet. Het is wel een lange afstand. Als schoon gemaakt, moet ik wel eerlijk toegeven. En gaat de poort weer al open. Oeh, tijgers.
en verzorgers. Op naar de volgende. Hier komen we dan aan bij de panter. Ook al zitten gekregen. Hier weer op bij de watervalletje. Zou je dan nog hier tegenkomen? Komt net niet goed zien. Nee. Dan zijn we hier alweer al aan het einde van de attractie. Wel heel mooi gedaan, moet ik eerlijk toegeven. Ja, we hebben net de attractielijst kijken, hè. Hoe ging dat nu weer? Zo, nee. Zo ja, oké. Dus dit is ook weer een rollercoaster Dinosaur. Even bekijken. Twee keer tegen mij gekregen en hier, oh, dat is wel heel mooi gedaan met die dinosaurus. Oh, dat is wel echt heel fenomenaal. Wow, een launchje. Wow, een launchje. Van de attractie. Oké, backwards. Close it. Oké. Dan hebben we hier de Finding Nemo the Musical. Is dat een attractie? Nee, dat is ook geen attractie. Is ook geen attractie? Nee. Ja, dat is ook wel een attractie. Dus die gaan we dan ook weer al testen. Dit is een soort spinning coaster. Ik weet nu niet dat die juist kapot is. Blijkbaar is toch een en ander hier kapot in een party, dus ik ga hier ook wat personeel moeten aanwerven, denk ik, voor het toch wel gaan te maken. Oh. Ah, oké. Okay. Ah, dat voor zo aan te nemen. Oeh. Ah, daar zijn redelijk, ja, going to the broken, oké, dat is goed, maar ik ga er nog wat bij zetten, hè. Hup, 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 hup. Ik vind als je zo'n grote pretpark hebt, dat je redelijk wat werknemers nodig hebt voor je pretpark te onderhouden. Voilà, hier precies een mierenhoop. Oké, dan gaan we door naar de volgende attractie. Wat, hier zie ik ook weer al zo'n stoom. Ah, dat is de stoomtrein. Die kunnen we dan ook wel eens doen. Het is gewoon langs bomen af. Dat is niet zoveel, nee. Dan kom ik al aan bij de volgende station. Nee, ja, oké. Okay. En minder. Minder attractie. Oké, dan gaan we naar de volgende. Eens even kijken wat we dan nog hebben.
Nee. Nee. Ja, die wil ik dus testen. Een dubbele baan. Ja, nu snap ik hem. Ja. Dan hebben ze er allemaal gehad. Hè. Ja. Bij deze ga ik dan nu ook het spel afsluiten. Ik dank je wel weer al om een deel uit te maken van deze gameplay. Ik zie jullie allemaal weer al op een volgende video. Ciao.